Dit is het bedrijventeam van Neptunus, een specialist in tenten en demontabele gebouwen. En ze hebben er veel voor over om hun team goed aan de start van de Venloop te laten verschijnen. Wij organiseren ook gezamenlijk loopsessies. En nou goed, wij zijn dus, we proberen in ieder geval elke zondagochtend ook in Venlo bij het Kapelke van Genooi mee te lopen. Wij vinden het ook belangrijk dat als onze mensen zeg maar allemaal in dezelfde tenues lopen. Dus onze marketingafdeling is er ook heel actief mee bezig om zeg maar ook op social media het een en ander te plaatsen. En daarnaast maken ze ook allemaal mooie pakketjes. Dus zeg maar alle deelnemers krijgen allemaal een pakketje toegestuurd met een appel en een energy drink. En dan hoeven de deelnemers alleen nog te trainen. Nou, we bereiden ons natuurlijk gezamenlijk voor. Met een aantal mensen, collega's, rennen wij geregeld samen. En dat doen we dan niet altijd op een Neptunusterrein. Maar we rennen natuurlijk wel zo'n rondje rondom het bedrijventerrein. Dat is immers groot genoeg. Nou, vooral duurloop, denk ik. Vooral wat je ook met de Venloop zult moeten doen. Een langere tijd achter elkaar inspanning leveren. Dus weinig pauzes. Ja, we hebben alle versies aan, hè? Ja, eens even afwachten wie de snelste tijd dit jaar heeft geklokt, wie de beste training heeft gedaan. Dus, ja, maar jij bent het gestroomlijnst en het kleinst, dus ik denk dat jij gaat winnen. Ik heb de voordelen bij me, ja. En ook na de finish gaat voor hen het feestje nog even door. Niets is mooier om gewoon op het Neptunusterras te staan en te kijken hoe die mensen bezweet en moe voorbij komen. Terwijl ik al heerlijk met mijn pilsje in de hand sta te kijken. Heerlijk. Ik verheug me er nu al op, want dan weet ik dat ik die 10 kilometer heb afgerond. Jongens,